Wim Kieft, vanavond te gast bij MVV 29. Leef jij je nou ook een beetje in op de club waar je naartoe gaat? Want het is natuurlijk wel een topper in deze regio. En als ik heel eerlijk ben, niet. Maar je weet wel zo'n beetje wie MVV is. Eerlijk gezegd ook niet. Eddy van der Leij heeft je bijgepraat. Eddy van der Leij heeft me zeker bijgepraat. Maar wij doen dit heel vaak. En ja, kijk, ik heb toch veel meer van. Ik ga hier mijn verhaal vertellen, ongeacht waar ik ben, hoor. Ja. Je verhaal is uiteraard de EK van 1988. En uiteraard jouw persoonlijke leven. Ja, ja, je probeert een beetje combinatie daarin te vinden. Want je kan er niet omheen dat ik natuurlijk ook persoonlijke problemen heb gehad. En daar hebben ze ook een boek over verschenen. Dus het is algemeen bekend. Het is een beetje raar als je hier dan verschijnt. Je hebt het daar niet over. Dus dat... Ik heb dat boek. Ja, nou, er zijn er wel meer die het hebben. En daar ben ik ook heel blij mee, uiteraard, achteraf gezien. En verder, ja, je gaat een beetje over het voetbal hebben. Kijk, ik heb het liever helemaal niet over het voetbal, want ik hoef niet zo nodig over de EK 88 te hebben, voor mijzelf persoonlijk. Maar ja, mensen vinden dat leuk. Is het nou vervelend om het steeds weer over die dingen te hebben? Nou, kijk, dit is ook een commercieel ding die wij doen met z'n tweeën, Eddy en ik. Dus we reizen een beetje het land door. Dus weet je, dus dat houdt dan ook in dat je het daar natuurlijk over moet hebben. En in dat boek gaat het daar natuurlijk ook over. Nou, weet je, als je het zo een beetje kan combineren, dat het een stukje persoonlijk, dat vind ik eigenlijk leuker. De problematiek waar je mee te kamp hebt gehad en dat combineer je een beetje met voetbal. Dus prima, prima avond, denk ik. Nou, alles wat je beleefd hebt, is financiën in jouw leven een heel groot item. Nou ja, maar niet alleen bij mij. Ik ben natuurlijk een paar jaar geleden op nul begonnen weer. Nadat ik een grote schuld heb weggewerkt, ben ik op nul begonnen. Dus ik ben nu gewoon keihard aan het werk om iets van pensioen bij elkaar te sprokkelen. En dat gaat allemaal goed. En dat houdt je ook bezig, weet je. De hele dag thuis zitten schiet ook niet op. Dus nee, dat is allemaal... Ik mag alleen maar dankbaar zijn wat dat betreft. Wat heel veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten is... Ja. Is dat jouw overstap van Voetbal Insight naar Sico? Ja. Ze zien je niet zoveel meer. Nee, ja, je zit achter de decoder. Maar ja, ik bedoel, dat spreek je af met elkaar. En we doen enorm veel werk, want ik bedoel, of veel werk, ik heb een hoop te doen. We zijn 100 uitzendingen per jaar. We doen al het buitenlandse voetbal. Nou, we doen een talkshow. Dus ja, ik bedoel, ja, daar niet op het open net. Nou ja, goed, ik bedoel, weet je waar het alleen een beetje jammer voor is? Voor de commerciële doeleinden. Dan heb je een groter bereik. En verder maakt het me echt niet zoveel uit, hoor. Nee. Dan word je bedankt voor deze avond. Ja. En dat betekent dat je een pakket krijgt. Ja. Daar zit alcohol in. Ja. Ja. Ik bedoel... Nou ja, kijk, voordat ik... toen deed ik dit ook al met Eddy. En dan kreeg ik ook al, voordat ik dus... toen ik nog in die verslaving zat. Kijk, dan stapte ik nu gewoon in de trein. En dan soop ik gewoon dat hele pakket leeg. En ik vrat die worst op. En dan kwam ik dronken aan in Amsterdam. En dan, nou ja, goed, had ik nog een boete gekregen ondertussen met de trein. En dan was ik in Amsterdam en dan belde ik ook nog iemand op. Dus dat werden altijd hele zware dingen. En nu, nou ja, dan geef ik hem aan mijn vrouw. Mm-hmm. Of aan mijn moeder. En die alcohol, daar blijf ik maar vanaf. Want dat schiet allemaal niet op met mij. Wim, we hebben fantastisch genoten van je vanavond. Nou, het is vriendelijk om te horen van u. Dank u. Ja. Oké. Okay.